Hey, kijk, Smiles Terms! Oh, met mijn elleboog. Maar leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Pokémon Masterclass. Wij gaan vandaag weer verder. Nog 1 week te gaan. Uno weekos te gaan. Hype intensifies. Ja, het is bijna zover, dames en heren. Pokémon Sun and Moon worden gelanceerd. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan er niet op wachten. Afgelopen week zijn er natuurlijk hele mooie nieuwtjes geweest natuurlijk. Ja. Yep. Want we hebben de Z-moves van de starters evoluties. Ja. Yep. En er zijn 2 nieuwe Ultra Beasts refute, of althans vrijgegeven. De Ultra Beast van Lightning en de andere was een soort van... Ja. Geen idee. Ik heb alleen de vormen gezien. Ja, Lightning en die andere vond ik een soort van... Was het niet die zwarte? Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet. Sowieso ik vond de Lightning wel cool. Maar sowieso het hele Ultra Beast principe is nieuw. Ja, ze zien er ook niet uit als Pokémon. En het leeft nog niet echt bij mij, die Ultra Beasts. Ik weet het niet. Het heeft niet zoiets als een Kyogre of een... Nee. Dat soort Het is dingen. Een beetje hetzelfde principe als Zygarde Full Form. Dat het in één keer een mega soort van... Ja, maar ze waren al met Deoxys bezig toen, hè, toen destijds. Toen waren ze al heel veel veranderingen aan Deoxys aan toe brengen. Een defensieve, een aanvallende, een snelle. Een... Vul het maar helemaal in. En ik denk dat ze dat nu ook een beetje met die... Ja, dat ze daar ook mee gaan doen. Yep. Maar, wij gaan het jullie laten zien. Ik hoop dat ergens hier een schermpje staat of zo. Daar kan je nu zien dat de nieuwe Z-moves... Of althans, we gaan het straks zien, want we gaan het erover hebben. Z-moves. Bij de laatste evoluties van de starters. Ik ga het even opnoemen, want de naam, het zijn best wel pittige namen van Decidueye. Dus de, of Decidueye, de laatste evolutie van Rowlet. Die is best pittig lastig uit te spreken trouwens. Heet Sinister Arrowraid. Je zult hem nu af zien spelen, ik heb hem al gezien. Ik vind het deze persoonlijk, ik vind hem de vetste wat je nu gaat zien. Je vliegt soort omhoog, komen allemaal pijlen worden om je heen verzameld, je vliegt. Keihard naar beneden en al die pijlen komen er nog eens keer achteraan. Ik vind het persoonlijk de vetste. Mijn mening, mocht jij nou niet vinden, laat het dan ook even weten. Wat vind jij de vetste Z-move nou als je ze nu allemaal hebt gezien? De tweede, die heet Oceanic Ooperata. Jemig. Wat een naam zeg. Ja, dat is van Primarina. Dus dat is dus van... Vergeet de hele tijd te starten. Van Popplio. Popplio. Goed zo, dankjewel. Popplio, ik vergeet de hele tijd zijn naam. Hij spreekt mij het minst aan, maar ik durf wel dat er vrouwen onder ons zijn. Of meisjes, of jongens het is wel misschien echt ook. Een meisjes-Pokémon. Nee, ik vind het echt eigenlijk een meisjes-Pokémon. Ik vind dit jaar echt... Rowlet vind ik echt gewoon de meest mannelijke Pokémon die er is. Een uil. Ja. En wat terugkomend op de eerste video die we gemaakt hebben met mijn favoriete starter. Dat is nou veranderd naar Rowlet. Litten is gewoon van de kaart al. Ja, wie niet? Nee. Dat was al te verwachten. Zij heeft, zoals je misschien al hebt voorbij zien komen, een mega bal van water. Die gooit ze op de tegenstander af. Laat hem gewoon neerplonseren. En ja. That's it. Dat is het. Dan gaan we door naar Incineroar. Dus oftewel de laatste evolutie van Litten. Of nee, van... Litten. Ja, van Litten, sorry. Gaat lekker. Ik haal echt vandaag alle namen door elkaar. En die heet Malicious Moonsault. Nou... Alleen, ik vind, ja, een worstelarena hoort gewoon niet in Pokémon. Nou ja, weet je wat het is? Het is wel echt Japans. Ja, sumo worstelen wel. Is wel echt Japans. Nou, het is echt een soort van boksring, zo moet je het ja, zien. Het is okay. Een boksring, daar wordt hij in, springt hij omhoog via het paaltje. Het ziet er heel cool uit hoor. Dus ze hebben een beetje... Begrijp me niet verkeerd, maar in zo'n boksring hoort gewoon zo'n... Ja, het is een gevechts-Pokémon, ik weet even, vuurvecht-Pokémon. Hij is ook macho, maar ik vind gewoon dat hoort niet in... Ja, hoe moet ik Pokémon. Dat zeggen? Het hoort niet in Pokémon. Weet je, dat... Nee, ja, gewoon je hebt niet. Er wel een aantal die zo ja, zijn, ja, met champ of zo zou kunnen. Maar als we dan weer vergelijken naar Pokken-tournament, zeg ik oké. Okay. Kan die makkelijk in time. Be my guest, weet je wel. Doe je ding, ik vind het helemaal dikke, vette. Prima! Maar, een week te gaan. Nogal hyped. Spannend. Ik heb er echt heel veel zin in. Jeffrey had het er met mij over. Er komen de laatste tijd heel veel kenmerken naar voren van hetgeen waar we het vorige week over gehad hebben. Ja. Vorige week heb ik gezegd, binnen nu en 3 jaar kan je je eigen Pokémon bedienen. Ik wil het daar toch nog heel eventjes over hebben, want het lijkt er echt op. En ik weet niet of het nu komt, maar ik denk dat met de Switch... Want... Omdat Game Freak toch alweer met een nieuwe Pokémon-titel bezig is. En wat er al een beetje voor schaduwd is met alles wat er van Pokémon op dit moment op het net zweeft. Eventjes kort gezegd.
Ja. Ziet het er dan uit dat er echt iets heel vets aankomt? Want in het verleden, Nintendo is altijd heel goed bezig geweest met voorschaduwen in de games van, hey, dit gaat komen. Dat is altijd al geweest. Nou ja, en nu als je steeds meer mensen voorbij ziet komen, zoals bijvoorbeeld de neef van professor Oak, zal Kento erin zitten? Kunnen we terug naar Kento? Of is het dus weer een hint naar de Switch die in maart gaat komen van, hey, luister, Zelda, die gaat er sowieso op komen, de nieuwe Zelda. En die is super awesome, maar we hebben het nu over Pokémon, sorry. Even we begonnen hier, we gaan naar Zelda toe. Dat zit geen vergelijking in. Maar ik denk dat ze echt serieus tegelijkertijd met Zelda zeggen van, yo, jullie zijn allemaal Zelda fans en voor de Pokémon fans, boom. Laat ze hem gewoon vallen. Ik denk het. Het moet gebeuren. Ze hebben natuurlijk Pokémon Tournament op de Wii U, hebben ze natuurlijk een hele goede titel mee gehad. Mm-hmm. Een goede titel. Er zijn ook wereldkampioenschappen opgehouden. Heel awesome. Super tof. Maar ik denk gewoon dat die game gaat komen. Hoe die gaat heten? Geen idee. Vraag, ja, je mag het vragen. Maar wij weten het niet. Ik durf het je niet te zeggen. Ik weet net zo weinig als dat jullie weten. Maar toch, het gaat komen. Geloof me. Ik durf het zeker weten of te zeggen. In de trend van Colosseum. Met alles kan wat er ook nadat Colosseum en de XD Guild of Darkness is uitgekomen. Megas, Primal Reversals, noem maar op. Ja, maar dan nog denk ik het niet. Want, zoals jullie weten, is het nu 20 jaar bestaan van Pokémon. Mocht jij al een Pokémon game hebben, download alsjeblieft elke maand je zeldzame Pokémon. Want die ga je never nooit niet op een andere manier krijgen. Huh? Ik floot een beetje in het rond, dat heb ik niet gedaan. Ja, dat is niet slim. Dat is niet slim. Dat is niet slim, want je kon er heel veel downloaden, waaronder een Mew. Gewoon wat je krijgt met die boxen. Alles zeldzaam heb je gewoon kunnen vangen. Ja, inderdaad. Staat gelijk aan de Pokémon boxen die uitkomen. Dus er zijn echt heel veel, heb je al kunnen downloaden. Maar, wat ze natuurlijk in Colosseum en de Lugia, ja, of DX, ja, precies. Zaten natuurlijk een Entei, Raikou, Suicune. Die kon je allemaal van daaruit naar je game halen. Dus ik vraag me af of daar nu iets in zit van, hey, ik durf het niet te zeggen. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, weet je wat het is? Als ze het op de manier doen, net als met Oras. Omega Ruby en Alpha Sapphire, ofwel Oras. Daar had je die ringen. En daar kon je eigenlijk letterlijk alle zeldzame Pokémon's vangen. Want als je de ene unlockte, moest je de bepaalde andere vangen of verslaan. Dan unlockte je weer de rest. Ja, oké, maar daarom zeg ik van, ik vraag me af of dan serieus een soort van Colosseum game gaat komen. Ik denk het niet. Ik denk het niet in die trend, maar misschien wel als in Colosseum qua graphics. Maar ja, dan wordt het. Oh ja, maar graphics, dat geloof ik meteen. Ja, Alleen ik denk serieus dat je alle regions hebt. Alle regions achter elkaar. Ja. En hoe dat zit, durf ik je niet te zeggen. Het kan zijn dat je zegt van, joh, je mag alle starters meenemen of je mag al je starters daar laten. Ik durf het je niet te zeggen. Eigenlijk net zoals wat Ash al die tijd heeft gedaan. Weet je, op den duur verliest hij zijn Charizard, verliest hij in de mountains, wordt hij daar getraind. Zijn Squirtle, die is bij de politie. Die is weer bij de brandweer. Ah nee, bij de brandweer. Bij de brandweer. Zijn Bulbasaur. Die zit bij Professor Oak. Die zit bij Oak. Ja, dat maar is de rest van zijn Kanto. Zijn Pidgeot, die staat hij af aan een groep Pidgeys en Pidgeotto's. Zijn Butterfree, die is eigenlijk zijn Butterfree, die is met een ander Butterfree'tje ervan door. Dus ja, ik vraag hem af wat er gaat gebeuren. Kijk, hij begint elke aflevering nu weer met zijn starters. Maar daar moeten we wel heel eerlijk in zijn. Nadat Yellow is geweest, is er geen enkele Pokémon game geweest waar je alle drie de starters kon vangen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Zal Nintendo eindelijk de gebeden van de fans hebben gehoord en eindelijk zeggen van, yo, Hier heb je één Pokémon game. Nee, dat zullen ze. Ja, dat zouden ze misschien wel doen. Ik denk dat als je elke Pokémon nerd zou vragen welke game zou je willen, dan zal dat het zijn. Alle regions die je stuk voor stuk rustig kan uitspelen, waar je gewoon rustig alles kan behalen. Alleen ben ik gewoon heel benieuwd hoe het met het levels die systeem gaat zitten. Gaat de XP langzamer? Want ja, laten we wel gewoon heel eerlijk zijn. Als je de Elite 4 hebt behaald, zijn je Pokémon's gemiddeld al moeten level 60 tot 70 zijn. Wil je een beetje daar doorgaan zonder revives of hyper potions of berries of noem het allemaal maar op. Dus ik ben persoonlijk echt benieuwd van, hey, wat gaat er gebeuren nu? Sun and Moon, het wordt de game. Er zit geen HM's meer in, zoals ik heb gehoord. Nee. Het zijn allemaal Pokémon's rijden, Pokémon's besturen. Je kan vliegen met ze, je kan het zo gek niet bedenken. Dat is allemaal in plek van de HM's gekomen, dus. Precies. Nou, we hebben geen, ja, je hebt Mega Evoluties, heb je er nog wel in zitten, maar er zit geen focus op. Dus nee. Het zijn allemaal een paar kenmerkjes dat ik denk van, ja, er gaat heel veel veranderen. Maar wat gaat nou belangrijks worden? Nou, in ieder geval, ik hoop dat nu
na de aanloop van volgende week dat ze met nog iets spannends gaan komen. Ik mag het hopen als deze video online staat en het is al geweest. Ons excuses ervoor. Maar wij weten in ieder geval wel dus de set moves in ieder geval van de 3 laatste evoluties van de starters. Dus dat is in ieder geval wel heel erg mooi nieuws. Wat ga jij doen? Sun of Moon? Sun. Ik ook. Eva gaat voor Moon. Daar hebben we over besloten. Ik ben heel benieuwd waar jullie voor gaan. Sun of Moon. Laat het onder in de reacties achter. Net zoals welke starty moves jij het awesomest vindt. Je hebt ze nu voorbij zien komen. Laat het echt alsjeblieft aan ons weten. We zijn daar heel erg benieuwd naar. Ik wil nog graag één ding onder jullie aandacht brengen. Jij kan mij in Nederland en in België ontmoeten volgende week. Check gewoon even de linkjes bovenaan in de beschrijving. En mocht jij een workshop willen hebben van Pokémon. Van de enige echte Pokémon meester Vincent. Tadaa. Check dan even gewoon de linkjes bovenaan in de beschrijving. Ga daarheen. Klik erop, meld je aan, want ja, dat zou gewoon super awesome zijn. Ik hoop jou daar te zien en ja, krijg gewoon een workshop in Pokémon van mij. Het wordt super awesome. Je kan ook mijn handtekening krijgen. Het wordt gewoon één super awesome gezellige dag. Dus hopelijk zie ik jou bij de Pokémon Sun and Moon lancering. Het zou super tof zijn. Druk op het duimpje omhoog, wil je meer van Jeffrey weten? Check het even in de beschrijving. En hopelijk zie ik jou straks met Pokémon Sun and Moon. En ik wil de hele game gaan livestreamen. Laat even achter wat jullie willen. Oeh, dat is wel een goed idee. Ja, toch? Ja, daar ga ik zeker dus, bij zijn. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer mensen en ciao! Mocht je nou zelf de demo even willen spelen, scan dan de QR-code hier ergens in het beeld. Met je Nintendo 3DS, ga naar de eShop en doe dan scan QR-code. Dan kan je hem zo ervoor houden, dan kan je hem scannen en dan download hij hem en kan je hem spelen.